Yo kijkers van Bormer Games en leuk. Kijk naar een nieuwe video. Vandaag de vierde Grand Prix van Formule 1 F1 2015. Met uiteraard Max Verstappen. De Grand Prix van Bahrein. Ik zei het in de video Bahrein volgens mij. Ik zei het niet helemaal goed. Maar Bahrein, ik was natuurlijk een hele hoop video's achter elkaar aan het opnemen. Dus ik zei het fout. Ik heb voor deze komende video's de moeilijkheid van de AI omhoog gezet. Dus de wedstrijden moeten een stuk spannender gaan worden. Vorige wedstrijden waren op zich ook wel spannend uiteraard. Maar kwam ik bijna altijd wel vooruit. Ik kan jullie alvast vertellen, deze race wordt een stuk spannender. En er gaat een hele hoop gebeuren. Dat hebben jullie waarschijnlijk aan de titel al gezien. Maar dit weekend is er geen echte Grand Prix geweest. Dit wordt opgenomen nadat Max Verstappen de Grand Prix vorige week heeft gewonnen. En deze week is hier natuurlijk veel in het nieuws geweest. En even kijken, we komen nog niet over de lijn, maar even kort over dit circuit. Ik vond het een lekker circuit om in te racen. De kwalificatie was 's avonds, maar de race was volgens mij, zoals ik me kan herinneren, gewoon overdag. De kwalificatie ging best goed. Er zaten wel een paar punten in die ik dacht van nou, dat had wel beter gekund. Maar qua kwalificatietempo zaten we op een best goed niveau. Volgens mij hebben we het rondje wat we in de kwalificatie gereden hebben, hebben we ook niet meer kunnen rijden in de race. In ieder geval diezelfde tijd hebben we niet meer gehaald. En je ziet daar in beeld Hamilton al dat hij ietsje verder het parcours op ligt. We rijden nu het laatste rechte stuk op richting de finish. En zoals jullie zien ga ik Hamilton niet meer in kunnen halen. En word ik zelfs op het laatste moment nog ingehaald door iemand anders. Ik weet even uit mijn hoofd niet meer wie dat is. Dus ik heb een P3 als kwalificatie neergezet. Dat is al te zien aan de... Dat komt dus ook doordat de AI difficulty omhoog is gegaan. Even kijken. Nico Rosberg is ook nog voor mij gekomen. Maar veel plezier met de video. Yo kijkers van Bormer Games. En nu kijk naar een nieuwe video. Vandaag de Bahrein Grand Prix. Jullie hebben net de kwalificatie gezien. Daar zal ik al een hele hoop gezegd hebben. We gaan gewoon aan de race beginnen. Jullie hebben de kwalificatie gezien dat we op P3 staan. Race strategy is option prime. En dan tot het eind van de race weer ronde 6-7 zoals elke race ongeveer. P3. En Rosberg en Hamilton staan voor mij. En de eerste bocht moeten we goed zitten. Gelijk in Ridge. En de eerste bocht moeten we gelijk goed zitten. En we zitten voor Rosberg. Achter Hamilton nog. Rosberg hebben we ingehaald. Ik remde iets te laat. Nou ja, iets te laat. Dat kwam doordat Hamilton vrij vroeg op de remmen ging. En ik heb de AI difficulty hoger gezet op hard. Dus het moet een stuk spannender zijn. Zoals jullie ook in de kwalificatie hebben gezien. Ze zijn een stuk sneller in de rondetijden ook. Dus we kunnen niet meer echt een grote voorsprong gaan krijgen. Maar dat is alleen maar beter, want dan wordt het alleen maar spannender van. Ik ga even op normaal en je ziet dat Hamilton nu al wegrijdt. En dat burger dat gaat zo meteen stoppen, maar dat is af en toe. To remain dry for a while. Oké, dat is mooi. Ik hoop dat Rosberg nog een stukje achter mij zit. Ik kan het natuurlijk in mijn spiegels kijken, maar ik moet me nu even focussen. Want Hamilton die rijdt heel erg hard bij me weg. En dat moeten we proberen te voorkomen. Zodat we die aan het eind van de race in ieder geval nog in kunnen halen. Ik denk dat het een hele spannende strijd wordt tussen mij en Rosberg deze race. En ik remde iets te laat. Maar ik hou hem er nog net in. En ik moet hem nu wel in Ridge zetten. Want Mercedes is echt veel sneller op het rechte stuk. En Raikkonen haalt Rosberg in en hij gaat mij ook proberen in te halen. Maar ik rem laat, te laat. Maar, daar komt hij aan. Maar hij zit nog achter me. Even kijken, we zetten hem weer op standaard. En het is een zeer spannend begin van de race. En nu moeten we gewoon die rondetijden goed zien te houden. En Raikkonen is zojuist in mij gecrashed en heeft een hele opstopping veroorzaakt. Kunnen jullie daarachter zien. En
Ik deed niks fout. Het was helemaal Raikkonen die fout maakte. Hij remde te laat, waardoor hij in mij zat. En ik remde ook al laat, dus hij wilde me gewoon divebommen. Hij had me bijna te pakken op het rechte stuk, omdat hij een stuk sneller is. En de volgende ronde... Tires are overheating. Oké. Okay. Alleen, hij had me bijna te pakken. En hij heeft natuurlijk een snellere auto en nu heeft hij ook nog DRS. Dus nu wordt het spannend om hem achter ons te houden. Maar dan moeten we in het stuk met de bochten maar veel pakken. En hij gaat me hier nu voorbij waarschijnlijk. Maar ik heb de binnenbocht gepakt. Ik druk hem een beetje naar buiten. Ik hou hem net buiten. Net. Hij zit er natuurlijk nog. Ik hang hem buiten om. Hij is gewoon een stuk sneller. Even in Ridge. Ik moet die plek natuurlijk weer terug zien te pakken. En ik pak hem hier terug in het rechte stuk. Alleen had ik misschien even moeten wachten, want hij heeft nu weer DRS op mij. Oh, ik heb ook DRS. Dan kan ik terug naar Mix 2. En ik zat achter me te kijken terwijl ik vol in de rem moest. Maar ik hou hem hier weer even buiten. En het blijft dus een spannende strijd tussen ons vijf nu inmiddels alweer. Rosberg pakt me aan begin van ronde 5 op het lange rechte stuk. Ik sta al in Ridge. Maar ik probeer hier de binnenbocht. Ik had een beetje corner cutting, sorry. En ik doe het nu weer. Maar nu zit ik in ieder geval weer recht achter Rosberg. En dan kunnen we hem bij de volgende bocht pakken. Als we hem eruit remmen. En dat doen we ook zeker. Ik denk dat Hamilton alleen maar verder uitloopt aangezien... wij hier alleen maar aan het battelen zijn. Second place, ja, dat snap ik. En we moeten weer terug naar standaard, anders gaan we aan het eind van de race niet meer uitkomen met onze benzine. Zo, dat was een lekker bochtje. Zitten ze nog steeds vlak achter me. En nu zit opeens Raikkonen weer achter me. Terwijl ik net Rosberg achter me zat. Dus zij wisselen ook steeds om. Deze ronde gaan we de pits in. De banden zien er slecht uit. Al rijden ze nog op zich nog wel oké. Okay. We gaan gewoon doen wat de crew ons aangeeft. Aan het eind van deze ronde de pits in. Vol gas hierin en dan op springt hij op één keer op de rem. We stonden nog op de tweede plek, we hadden nog steeds Raikkonen et cetera achter ons. Dus dat is een goed teken. Hopelijk hebben we weer een goede stop. 0.35, ik denk het niet. Maar het was in ieder geval een snelle stop. De tijd klopt niet. Ik denk dat het 2 seconden is geweest. En no more scheduled pitstops. Nee, en we komen uit in P8. En we kunnen er weer voor gaan. Ik heb het, ja ik weet niet, hij reed even anders het begin na de pitstop. Ik moet de banden natuurlijk ook weer even warm rijden. Die zijn natuurlijk nog ijskoud. Ja, even kijken op welke plek we de volgende ronde uit gaan komen. We moeten nu even een snel rondje eruit pompen. En dan zien we waar we het eind van de ronde uit gaan komen. En het is het einde van het rondje. En we staan er nu een hoop in de pits, dus we gaan even kijken. We staan nu al op P4. En daar nummer 2 Raikkonen. En dan gaan we nu buiten om. Dus dat betekent dat we weer... terug zijn to Cars at Once. Ik had ze allebei uit de pits weer terug. Dus de pitstop heeft eigenlijk niks veranderd. Ze zitten nog steeds even dicht achter me.
Maar dat is, we hebben in ieder geval niks verloren en dat is maar een goed ding. Denk ik dan maar. En het is ronde 8, dus we hebben er ook niet zo super veel meer te gaan. Dus nu is het kwestie van plek 2 gewoon vasthouden tot het eind. En we komen aan in ronde nummer 12. 5 tenths lap, ja. We hebben weer 15e gewonnen vorige ronde op Rosberg door weer een snellere rondetijd dan we hiervoor hadden gereden. Rosberg blijft op ongeveer 2 seconden achterstand van ons zitten en Hamilton is buiten bereik, want die rijdt mijn beste rondetijden alleen daar nog ietsje sneller en dat ook gewoon elke ronde. Dus wat dat betreft ga ik Hamilton niet meer inhalen tenzij die gaat crashen, maar dat zie ik eigenlijk ook niet gebeuren. We moeten nog 2 rondjes zorgen dat Rosberg en Raikkonen, die zitten daar, dat die op die afstand achter mij blijven. En oké, standard refs en wij staan op faster refs. Dus dat is mooi. Zij moeten een stuk achter ons blijven binnen buiten de 1 seconde DRS zone. En dan gaan we denk ik het eind van de race gewoon halen en gewoon tweede worden. En voor de high level die nu op high staat, vind ik dat toch best knap voor een eerste keer tegen zo'n goede tegenstander. ...25% view. Zet ik hem even op standaard. Want het is nog maar plus 1 in plaats van plus 2. Daar hou ik nog ietsje over voor het eind van de race. Als het daar nog nodig is. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik denk Rosberg komt wel meer in de buurt. Maar we hebben nog maar 2 rondjes te gaan. Dus dat moet goed komen. En we gaan het laatste rondje in een gevecht met Rosberg. Hij had ons op het rechtstuk weer ingehaald. Alleen we pakten hem op het einde weer terug. En hij zit nu heel dicht bij mij in de buurt. Maar ik rem hem er toch net uit steeds. Het wordt wel heel spannend, want de race is bijna afgelopen. En we moeten een beetje een voorsprong creëren. Zodat we hem op het rechte stuk, op het laatste rechte stuk, dat hij niet nog net aan ons voorbij schiet. En dat we op plek 3 eindigen, want dat zou een hele hoop WK punten schelen. En dan gaat hij, oh shit, hij zit daar. Hij tikte ons aan doordat wij hem een beetje te snel naar binnen namen, maar dat scheelt wel weer wat tijd die hij nu kwijt is doordat hij nu verder achter ons zit. Dus nu moeten we zorgen dat we die voorsprong gewoon behouden de laatste paar bochten van deze race. Mijn view is nog plus 1. Dus dat scheelt. We gaan niet zonder view eindigen. En hier is de finish en Rosberg gaat ons niet meer in kunnen halen. Al scheelt het niet veel. Tweede plek voor de Bahrein Grand Prix is geen slecht resultaat. We hebben hier voor 2 races gewonnen, maar nu was Hamilton weer aan de beurt en hij reed gewoon echt een veel betere race. Dus dan is het ook eerlijk. En dan gaan we even kijken. Nou, we zijn naar P2, maar we staan nog maar 3 punten achter op Hamilton, dus dat is allemaal nog wel te overzien. Hamilton moet volgende race, moeten we volgende race dus in de gaten houden. En het verschil met Raikkonen is best groot, dus dat is zeker mooi. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. We staan trouwens hier op de 3e plek voor de mensen die het willen weten van de Constructors Standings. En deze race is Carlos Sainz 16e geworden. Niet al te best. Of nee, hij staat 16e in totaal met 0 punten. Hij is nog in 1 keer in de top 10 geëindigd. Maar ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat even een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Later.